Erwin Koeman, RKC kreeg NAC aan het wankelen, maar het bleef bij een gelijkspel, dus dan is de missie uiteindelijk niet gelukt. Nee, als je komt om te winnen, dan is je missie uiteindelijk niet gelukt. Moet ook reëel zijn, denk ik, als RKC zijnde, maar ik denk dat wij in de eerste helft niet goed hebben gespeeld. Er zat veel druk op de groep, dat zag je voornamelijk als we het bal hadden. Te veel simpele, domme fouten, terwijl er veel ruimte op het veld lag. En dat speelde ons wel parten. Kijk, tot aan die goal was er eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. Ze hadden geen kans gehad en een vrije trap die zeilt erin. Ja, die mag er, vind ik, niet in. En dat, foutje van de keeper, Nou, dat weet ik niet. Ik heb niet met hem gesproken en ik moet de beelden terugzien. Dus dat zien we morgen. Maar dat geeft wel aan dat het een beetje typerend onze eerste helft was. Ja, tweede helft heb je natuurlijk een totaal andere RKC gezien. Er was één ploeg die voetbalde. We hebben kansen gecreëerd. We hebben via de zijkanten kunnen spelen, een beetje opportunistisch gespeeld. Romeo, twee geweldige kansen zelf gecreëerd. Een paar ballen die net niet goed vielen. Dus ja, we hebben inderdaad NAC aan het wankelen gebracht. Alleen het heeft verder voor ons niet meer dan een punt opgeleverd. Ja, dat betekent zeer waarschijnlijk een na-competitie. Of het moet wel heel raar lopen, denk ik. Nou, deze competitie is heel raar. Dus je hebt nog hoop. Alleen we weten wel hoe het zit. Wij moeten zelf met 2-3-0 gaan winnen. Zij moeten met 0 of 4-5 verliezen. Ja, dan is alles mogelijk. Dus maar waarom niet?